Hey, welkom in een nieuwe video waarin ik je vandaag iets wil meer vertellen over je energetische bescherming. Over je energetisch schild, over je energieveld en op welke manier en waarom eigenlijk dat belangrijk is om te weten waar je energetische grenzen zijn. Je hebt grenzen op je fysieke niveau. Fysiek lichaam en je zal bijvoorbeeld niet iedereen jou laten vastnemen of jouw lichaam laten betasten. Ik denk dat dat wel duidelijk is wat ik bedoel. Er zijn ook grenzen op vlak van emotionele en er zijn ook grenzen op vlak van mentale. En dat zijn dan eigenlijk je beperkende overtuigingen. Nu, vandaag wil ik het vooral hebben over energetische grenzen. Omdat dat ook belangrijk is dat je weet dat dat er is, dat je weet waar dat jouw grenzen zijn. En dat je eigenlijk van zodra je weet dat je energie bent, in een fysiek lichaam, ja, is dat eigenlijk logisch en ook, dat er ook energetische grenzen zijn. Nu, wat zijn energetische grenzen? Je zou het kunnen vergelijken als een soort van onzichtbare poorten, die ervoor zorgen dat zaken die schadelijk zijn voor ons, dat die buiten blijven. En dat dingen dat we nodig hebben, die ons voeden, die goed voor ons zijn, dat we die binnenlaten. En deze poorten, of die energetische grenzen, zijn voor de meeste mensen onzichtbaar met het blote, met het fysieke oog. Maar ze helpen jou wel om de vele prikkels dat we eigenlijk dagelijks op ons afgevuurd krijgen, of die op ons afkomen, om die te filteren. En eigenlijk een van die energetische poorten, dat de meeste mensen al wel over gehoord hebben, dat is eigenlijk jouw aura of jouw energieveld. En jouw aura bestaat uit verschillende lagen die in verbinding staan met je chakras. En chakras, dat zijn de energiepunten op je lichaam die in verbinding staan met je organen. En die jouw organen eigenlijk van levensenergie, van chi of prana, of hoe dat ook wel noemen, die daarvoor zorgen, die jouw voeden, jouw lichaam voeden. Nu, je energieveld, je aura, die energetische graven, hebben eigenlijk verschillende functies. En vandaag wil ik het er ook met drie met jou over hebben. Dat is eigenlijk beschermen, het filteren en het magnetiseren. Nu, beschermen, het woord zelf is eigenlijk een beetje zelf al. Die grenzen zorgen ervoor dat alle energieën die emotionele welzijn en je spirituele essentie niet ondersteunen, dus die eigenlijk niet goed voor jou zijn, die houden die buiten. Maar energieën zoals liefde, dankbaarheid, dus hoogtrainende liefde, die komen natuurlijk wel binnen, want dat voedt onze ziel natuurlijk ook weer. Filteren is een tweede functie, in die zin dat enkel de energieën die we nodig hebben worden binnengelaten. En zelf sturen natuurlijk ook energieën naar de buitenwereld. Maar niet alles wordt binnengelaten. Want soms krijgen we energie van anderen die bedoeld is om energie van ons af te nemen. En dan is de bedoeling dat ons energetisch veld daar een stukje voor afgeschermd wordt. En het derde is magnetiseren. En dat zorgt ervoor dat we eigenlijk via onze energie aantrekken wat we nodig hebben. En meer nog eigenlijk dat we aantrekken wat resoneert met de trilling die we hebben. Dus met de frequentie die we hebben. En dat kan dus zijn dat je helende energie aantrekt. Maar dat kan ook zijn dat je bepaalde informatie aantrekt die je nodig hebt om je weer verder te brengen op je pad. Bepaalde mensen, situaties, een nieuwe job, geld, nieuwe levenslessen. Dus eigenlijk kan alles zijn wat je ziel nodig hebt om weer verder te kunnen groeien. Nu, ik ga niet zeggen bij alle mensen, maar vaak bij heel veel mensen werken die energetische grenzen onvoldoende. En dat kan zijn doordat je bijvoorbeeld niet leeft in harmonie met wie dat je in wezen bent, dus niet in afstemming met je ziel. Maar dat kan ook zijn door die mentale overtuigingen of door je traumatische gebeurtenissen, door emoties, door situaties die je meegemaakt hebt. En dat hoeft daarom niet altijd te zijn in dit leven. Dat kan ook vanuit vorige levens nog afkomstig zijn. En dat zorgt ervoor dat een energie wat met gaten, dat zorgt ervoor dat jouw energie, dus eigenlijk jouw eigen levensenergie, lekt. Waardoor je batterij, ja, gewoon leeg loopt. En tegelijkertijd zorgt dat er ook voor dat energie van anderen gaat gaan overnemen op een onbewuste manier. Wat dat zich kan uiten in emotionele,
en mentale problemen of zelfs zoals fysieke klachten, afhankelijk van waarover dat gaat. Nu, als je grenzen onvoldoende werken, dan kan het zijn dat, dat je grens eigenlijk aanvoelt als een ijsmuur die heel star en onbewegelijk is, waardoor je eigenlijk dan de neiging hebt om jezelf af te sluiten en waardoor je andere mensen een koud gevoel bij jou krijgen. Ze bevinden geen aansluiting. En dat maakt dat je dus niet alleen negatieve energie afstoot, maar dat je eigenlijk ook de liefde en de warmte dat we nodig hebben ook afstoot. Een tweede geval kan zijn dat je energieveld doorlaatbaar is. Het is los, het is zwak, alles komt naar binnen en naar buiten. Het lijkt eigenlijk alsof er geen energetische grenzen zijn. Dat kan zijn wanneer je merkt in het fysieke leven of in je leven, in de realiteit, dat je wordt genegeerd. Misschien wordt er zelfs misbruik van je gemaakt of gebruiken ze jou voor hun eigen goed. En dat betekent dus dat altijd het voordeel is van een ander. Net alsof er niemand rekening houdt met jezelf, met jou. Net alsof je eigenlijk niet belangrijk zou zijn. En in het derde geval, dan zou je eigenlijk kunnen voorstellen dat het de energie, jouw energieveld rondom je heen, je bescherming, die muren eigenlijk, vol gaten zitten. Waardoor je constant ook je levenskracht of je chi verliest. En het verschil is dat je zou het kunnen vergelijken dat, dat je jouw tuinpoort opengezet hebt van jouw kasteel, van jouw omheining. Maar je bent vergeten daar een bewaker te zetten. Waardoor dat je eigenlijk iedereen gewoon binnen en buiten kan lopen en van alles kan achterlaten en meenemen. En er is eigenlijk geen controle over. Waardoor dat maakt dat je de energie van anderen gaat overnemen. En als je op dat moment niet goed voor jezelf zorgt en dus je grenzen niet stelt, je poort niet dicht doet, dan, en dus geen tijd neemt om terug op te laden, ga je ziek worden, ga je zwak worden. En mensen gaan eigenlijk gewoon gaan lopen met jouw levenskracht. Je voelt je echt leeggezogen. En vaak gebeurt het dan ook dat je eigenlijk ook niet goed weet van welke emotie is er van mij. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren dat je plots verdriet voelt, maar eigenlijk totaal geen idee hebt van waar dat afkomstig is. En dat kan dan zijn dat het is van iemand anders, waar je ooit mee in contact staat. Dat kan ook zijn van jouw partner, van je kinderen, maakt niet uit. Maar dat je dat voelt. Nu, ben je iemand die heel zorgzaam is van aard, of herken je zelf in het, de term hooggevoelig zijn, dan heb je waarschijnlijk van nature uit de neiging om jouw energetische poorten te weinig te beschermen. Waardoor dat er dus een teveel aan prikkels binnenkomt. En op dat ogenblik is het belangrijk om jezelf heel goed te beschermen. En dat je ook weet hoe dat je jouw energie kan reinigen van de energie van anderen. Hoe dat je er eigenlijk weer kan vanaf geraken. Want zoals dat je ook fysiek vuil kan worden, kan je juist ook energetisch vervuilen. En of dat je nu hooggevoelig bent of niet, weet dat het belangrijk is om te herkennen dat die energetische grenzen er te zijn. En dat je er ook rekening moet mee houden dat die er zijn en dat je er ook moet voor zorgen. Want tenslotte, elke mens communiceert ook energetisch. Waardoor dat je eigenlijk ook energetisch kan vervuilen. Of je nu spiritueel bent of hooggevoelig, dat maakt niet uit. Iedereen communiceert telepathisch, communiceert energetisch, maar niet iedereen is zich daar bewust van. Dus ook jij. Nu, het feit dat je naar deze video aan het kijken bent, wil ook zeggen dat je op het pad van spiritualiteit en ontwaking aan het wandelen bent. Nu, veel hooggevoeligen hebben problemen met het zich energetisch beschermen en met stellen met grenzen. Zelf heb ik daar ook heel hard opnieuw moeten leren, bewust mee aan de slag gaan. Op dit moment heb ik daar geen last meer van. Of als ik er last van heb, dan is het omdat ik inderdaad te weinig voor mezelf gezorgd heb en mijn grenzen te weinig heb bewaakt. En dat komt een stukje doordat je eigenlijk veelloos aanvoelt wat de ander voelt, lijkt het alsof het eigenlijk jouw eigen emoties zijn. En ga je daarin mee. Nu, het is ook zo in vroegere beschavingen, in tijden van Lemurië en Atlantis, dan gebruikt je eigenlijk ook ons energieveld om anderen te helen. En als je een healer bent, of je was toen een healer, dan is dat een soort van automatisme in jouw systeem, waarbij je eigenlijk jouw energieveld gebruikt om de anderen te helen. Nu, in deze tijd is dat niet meer nodig, hebben we niet meer ons eigen energieveld nodig om anderen te helen. We kunnen wel gewoon dienen als kanaal om anderen te helen, maar we gaan niet meer onze eigen energie gaan gebruiken.
Wat dat maakt dat dat voor mij een heel groot verschil was. Omdat ik eigenlijk mijn eigen energie kon houden voor mezelf. En eigenlijk gebruik kon maken van de universele energie om andere mensen te helen en te helpen, te ontwikkelen, te transformeren. Wanneer kan je merken dat je energie verliest? Dat kan bijvoorbeeld zijn als je naar een familiefeest geweest bent of zelfs gewoon in een gesprek met iemand dat je heel moe voelt. Of dat je ergens bijvoorbeeld een dagje bent gaan winkelen en maar dat er heel veel mensen waren, heel veel drukte, dan ga je dat voelen. En dan is het belangrijk dat je niet overprikkeld geraakt, want op den duur ga je dan eigenlijk door de overprikkeling dat zeker niet meer aanvoelen en ga je eigenlijk maar constant jezelf verder en verder gaan uitputten. Dus het is belangrijk om regelmatig rust te nemen, om regelmatig tijd te nemen voor jezelf, om stil te zijn. En dat kan zijn dat dat via meditatie is, dat kan zijn om een goed bad te nemen of een douche te nemen of te gaan wandelen buiten en contact te maken met de natuur. Dus voel voor jezelf wat dat je nodig hebt en waar dat je eigenlijk weer terug jezelf gaat gaan opladen. Wat wou ik nog zeggen? Ik denk dat het ondertussen belangrijk is dat je weet, of dat je wel begrijpt, dat het belangrijk is om je energetische grenzen te stellen. Maar besef ook dat het niet jouw taak is om problemen van anderen op te lossen. Want vaak als empathisch of hooggevoelig persoon, dan voel je of zie je misschien de oplossing voor het probleem van die anderen. Maar als jij dat overneemt en dat oplost voor hen, dan ontneem je hen eigenlijk de kans om te kunnen leren door het maken van fouten. En uiteindelijk is ieder mens zelf verantwoordelijk voor zijn eigen leven. Dus ook daarin is ook een stukje van energetische grenzen stellen. Doe wat dat voor jou goed is, voel goed bij jezelf van wat tot waar je kan gaan en waar niet. En trek ook daar je grens. En het moeilijke aan energetische grenzen in vergelijking met fysieke grenzen is dat een energetische grens heel moeilijk is om te herkennen. En daarom ga ik straks ook een oefening meegeven om te ontdekken waar je energetische grenzen zijn en hoe je dat kan aanvoelen. Maar het belangrijkste is dat je luistert en dat je voelt met je lichaam en dat je luistert naar de signalen van je lichaam zodat je leert herkennen waar dat jouw energetische grens ligt. Want voor de ene is dat dichter en voor de andere is dat verder. En energetische grenzen heeft ook te maken met het stellen van oké, nu heb ik tijd nodig voor mezelf. Ook dat is een energetische grens te stellen. Dus een gemakkelijke oefening die je kan doen als je niet gewoon bent om met energie te werken, om dat aan te voelen, is, dat moet je wel met iemand anders doen. Met een partner of een vriend of een vriendin. En je gaat op een afstand van ongeveer 3 tot 4 meter van elkaar gaan afstaan. En de bedoeling is eigenlijk dat je die andere persoon langzaam naar je toe laat komen. Dus als je kan, doe dat eventueel buiten. Dat je nog op een veel verdere afstand kan staan. Want in het geval dat je een energieveld die heel ruim is, dan kan die 3 tot 4 meter eigenlijk zelfs te weinig zijn. Maar daar kan je mee beginnen. Als je het niet voelt, kan je een stukje verder gaan staan. Dus afhankelijk van hoe dat breed dat je auraveld, jouw energieveld is, zal de afstand tussen jou en die persoon gaan variëren op het moment dat je iets gewaar wordt. Het beste is ook dat je ogen sluit, omdat je dan eigenlijk je focus verlegt van je fysieke ogen, dus van je lichamelijke gewaarwordingen, naar jouw energetische gewaarwording, naar het energetische bewustzijn. En dus niet meer gaat gaan focussen op de dingen die je ziet. Want dan ga je misschien ervan uitgaan dat je iets moet voelen als je op een meter is, terwijl je eigenlijk al meer op 2 of 3 meter al iets kon voelen. Dus maar op het moment dat je voelt dat die persoon dicht genoeg is, zeg je stop. Je kunt bijvoorbeeld ook aangeven als de persoon te snel naar je toe komt of te dicht staat. Voelt daarin en speelt daarin een beetje mee, zodanig dat je ervaart op welke manier dat die energetische grenzen voor jou werken. Dus jij bent de instructeur, jij moet instructies geven en jij moet aanvoelen en zeggen wat dat met je doet. Je kan het dan een paar keer doen en dan kan je eigenlijk de rol omdraaien zodat de persoon waarmee je de oefening doet ook kan gaan ervaren en voelen van hoe dat het aanvoelt. Het kan zijn dat je iets voelt aan je hartchakra, dus de hoogte van je hartchakra. Het kan zijn uit de hoogte van je derde oog iets voelt of je zonnevlecht. Dus focus je ook niet op één of ander punt in je lichaam, wat je denkt dat je gaat voelen. Laat je focus gewoon vrij en voel, laat het gewoon open en laat het gewoon gebeuren.
Voordat ik afsluit, wil ik nog wel meegeven. Denk je dat jouw energieveld onvolledig is of niet goed beschermd is? Dan raad ik jou aan om een transformatiesessie met mij te reserveren. Waarbij dat we eigenlijk dat jouw volledige energiesysteem gaan beschermen, gaan uitlenen, balanceren en je grondingscode, je gronding ook, je aarding ook gaan optimaliseren. Waarom zeg ik dat? Omdat het kan zijn dat het feit dat als er gaten zouden zijn in je energieveld, of je te veel voelt van anderen, heeft altijd een reden, heeft altijd een oorzaak. En daarom is het belangrijk om dan ook bewustzijn te krijgen rond van wat is de oorzaak en wat is de reden dat jouw energieveld is aangetast. Is het door een trauma die nog moet geheeld worden? Is het door, kan zelfs door seksueel misbruik zijn, door verwaarlozing, door thema's die in het familiekarma zitten. Dus het kan eigenlijk heel uiteenlopend zijn. En daarom is het belangrijk dat je dus niet alleen maar die oefening die ik nu net aangegeven heb, of dat je met energetische beschermingsoefeningen zoals met kleuren visualiseren rond jou en een bubbel, die werken natuurlijk ook, maar vaak en zeker als je een heel ruim energieveld hebt, dan is het belangrijk om daar nog een extra bescherming aan toe te geven, maar dat is iets dat ik niet kan delen in een en een video op YouTube, omdat dit, ik ga niet zeggen, te moeilijk is. Maar het is belangrijk om dat af te stemmen op iedere persoon. Dus mocht je voelen dat je daar hulp of ondersteuning in nodig hebt, voel je vrij om mij te contacteren. En hoe dat je dat kan doen, kan je net zoals in elke video hier opnieuw onderaan in de linkjes zien. Voilà, ik hoop dat ik jou iets heb bijgeleerd. Mocht je vragen hebben, mocht je opmerkingen hebben, zet ze gerust in een... zeg je dan comment, een commentaar in de tekstjes hieronder. En dan kijk ik wel op welke manier dat ik voor jou kan van dienst zijn. Zo, ik wens je nog een fijne dag en tot binnenkort. Dag!